Goedemiddag. Oh my. Focus. Ja, goedemiddag. Het is vandaag zondag 24 december en welkom bij de allerlaatste vlogmas van 2017. Het is echt crazy snel gegaan. Eigenlijk echt snel. Ik herinner me nog als dag van gisteren dat ik met 1 december begon kerstfeestje in de Klaasenaal. En ja, het was eigenlijk echt een heel erg leuk vlogmas dit jaar. Nu, zoals jullie zien heb ik mijn pyjama nog aan. Het is nu 11:30 en ik ga nu in de douche. Ik ben van 10:30 opgestaan. Dus ik ga nu in de douche en ik moet zelfs naar een concert. Een concert van de fanfare. Om 1 uur moet ik even vertrekken, denk ik. Dus ik ga nu heel snel douchen. Dan ga ik daarna de vlog nog editen, want die moet om 4 uur nog online. Dus ik kan hier pas vertrekken als die vlog online staat. My excuses, maar toch gaat het zo zijn. En dan ga ik daarna naar een concert. Daar blijf ik, ja, dat duurt, wow, hoi. Dat duurt tot 5 uur ongeveer. En dan daarna is het hier met het gezin. Ja, dit is kerstavond. Dan deze avond. Dus gaan we met gezin zo'n kerstfeestje doen. Met hapjes en een dessertje en al. Dus dat is voor deze avond. Maar eerst nu snel in de douche mijn kleren aandoen en een beetje opmaken. Oké, ik ben helemaal klaargemaakt. Het is al 20:40. Dat wordt echt een race tegen de klok. Maar het moet, snap je? Dat is iets dat ik niet ga missen aan deze vlogmas. Die race tegen de klok om de vlog online te krijgen. Toen ik nog examens had, ja, was dat ook redelijk dikwijls race tegen de klok. En even stoppen met leren om mijn vlog online te kunnen krijgen en zo. Ja, dat was dus ook wel een beetje... Wow, wat heb ik hier? Spoeten. Huh. Oké, dus ik ga dat nu echt heel snel doen, want ja, anders gaat het niet meer lukken. Het is nu iets voor 6 en ons kerstfeestje gaat beginnen met de familie. En ik ga nu naar beneden, want daar zijn ze allemaal. En ik neem jullie even mee om te laten zien hoe wij zo het kerstfeestje op kerstavond elk jaar met ons gezin doen. Kerstfeestje is eigenlijk zo'n beetje voorbij met de familie. Allee, ja, het gezin eigenlijk gewoon. Het was heel gezellig. Het was nog niet met cadeautjes. Dat doen we altijd op de familiefeesten. Dus morgen en overmorgen. Ja, het is voor morgen en overmorgen. Nu, ik ga nu hier op mijn bed liggen en verder Mamma Mia kijken, want die staat sinds kort op Netflix. En ja, ik kreeg die aangeraden. En toen ben ik die gisteren beginnen kijken. En ik dacht echt, wauw, dit is echt een heel goede film. Maar ik heb hem nog niet uitgekeken. Ik moet echt nog een uur en nog wat.
Dus ik zit totaal nog niet ver. Dus ik ga die nu nog uitkijken en misschien dan al slapen. Of misschien dan nog een andere film kijken of een stuk van een film of zo. Dat ga ik nog zien. Maar ik ga de vlog echt zelfs nog afsluiten. Ik zeg dat heel dikwijls en dan vergeet ik dat. Maar ik ga dat zelfs nog doen, want het is natuurlijk de allerlaatste vlogmas. Maar omdat ik nu nog niet ga slapen, ga ik dat nu nog niet doen. Dus ik zie jullie echt waar ze biedt. Oh, nu heb ik echt iets goed gevonden. Hè? Dat wil ik toch even showen. Ik heb een dik soort van, ja... zo een zwangerschapskussen is dat eigenlijk. Maar wij gebruiken dat zo... Ja, soms om in de zetel makkelijker tegen te zitten en al. Dus daar heb ik dubbel geplooid. En dan zo erop gelegd. En dan nog een kussen erop. Dus nu zit ik zo... op een verhoogje en dan is dat op ooghoogte. Dus moet ik niet altijd zo naar mijn laptop kijken, maar zo. Dat is echt goed gevonden van mij. Dat wil ik gewoon even mededelen. Dat is een tip. Als je serie gaat kijken, zet dat gewoon op iets hoog. Het is al 11:30. Ja, al half 12. Het is 11:30 en ik ga toch al slapen, omdat het eigenlijk moet van mijn ouders. Maar ik ga dus nu slapen en ik wil bij deze de allerlaatste vlogmas van 2017 afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlogmasperiode vonden. Ik wil jullie echt super erg bedanken voor alles. Alles tijdens vlogmas, jullie super lieve berichten tijdens examens. Maar ik ben ook heel blij dat ik jullie motivatie heb kunnen geven tijdens examens en zo. Ik ben gewoon echt, ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Soms was het wel een beetje hectisch en... heavy, omdat ik dingen soms niet op tijd online kan krijgen en stress en nog meer hectisch. Maar het is me uiteindelijk altijd gelukt en ik kan dus met trots zeggen dat ik dit jaar voor de eerste keer alle vlogmussen elke dag online heb gekregen en online heb gezet. Dus ik heb exact 25 vlogmussen. Nee, 24. Ik heb exact 24 vlogmussen. Wat zeg ik nu? Van de 24, dus ik heb 24 op 24 qua mijn vloggedrag. Ik ben heel erg blij dat het me gelukt is. En I know, tijdens examens waren mijn vlogs langer dan nu. Maar dan had ik ook echt iets om te laten zien en om over te vertellen. Dat was nu na de examens wat minder. Maar ik heb toch altijd mijn best gedaan. En nogmaals wil ik jullie heel erg bedanken voor alles. Dus bij deze sluit ik de laatste vlogmas af. Nogmaals heel erg bedankt. En ik hoop jullie heel erg binnenkort weer te zien op mijn kanaal. Doe deze video nog zeker een duimpje omhoog. En laat even in de comments achter wat je van vlogmas vond. En vergeet ook zeker op te abonneren. Nee, vergeet het niet. Doe het gewoon. En vergeet gewoon niet om even nog te abonneren hier beneden. Want zo ja, blijf je automatisch op de hoogte van mijn video's die nu na vlogmas gaan online komen. En ik wens jullie nogmaals... heel fijne feestdagen en ik zie jullie heel erg graag snel weer. Dag!